Goedemorgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik ben mij aan het klaarmaken om naar mijn vriendin te gaan. Ik heb hier twee rugzakken klaargezet. Mijn fietskleren in, loopkleren in, mijn zwemgrief. Mijn zwemgrief dat ik mee ga nemen naar de zee morgen, denk ik. Morgen zijn we donderdag, dus morgen naar de zee. En gewoon nog wat andere gewone kleren. Omdat ik naar mijn vriendin ga gaan, een beetje letten op de katjes. Zij zit in Frankrijk, dus ik ga daar trainen in de regio van Denderleeuw, want het is daar mooier om te trainen. En ja, ik neem gewoon al mijn grief mee dat ik nodig heb om te fietsen, te sporten. Ja. Gewoon mijn dagelijkse dingen eigenlijk. Mijn laptop en zo zit ook in mijn rugzak. Dat heb ik allemaal mee. De camera mag ik natuurlijk zeker niet vergeten. Fijn dat jullie erbij zijn. Fijn dat jullie kijken zijn naar deze gloednieuwe vlog. Dit is vlog 201. Hoe insane is dat eigenlijk? Ik ben nog even aan het zien dat ik zeker alles mee heb. Dat ik niks vergeten ben. Normaal moest ik vandaag daar al zijn. Ik had afgesproken met Jent om 10 uur. En ik ben gewoon door mijn wekker geslapen vanochtend om 8 uur. En ik heb mijn wekker gezet om 8 uur. En ik weet niet, ik werd plots wakker. Ik zag op mijn horloge 9:30. En ik dacht, ja, dus ik had Jent al laten weten. Vandaag zal het dan op de rollen zijn, mijn training. Maar dat maakt niet uit. Mijn fiets staat daar toch al klaar op de rollen. Dan doe ik mijn training daarop. Het is toch 2K tijdrijden voor belofte. En dan kan ik daar een beetje kijken. 2 uur is wel lang voor op de rollen. Maar kijk, het is hoe het is. Dan moest ik maar op tijd wakker worden zijn. Zo, en we zijn aangekomen. Er staan daar ook al bordjes. Daar. En daar ook. Daar in de straat, daar vanachter. Omdat BK wielrennen is voor aspiranten van het weekend. En iemand die ik ken, zijn zoon gaat meedoen. Allee, dus die zoon ken ik ook. Maar Trent gaat meedoen. Dat zijn vrienden van mijn stiefmama. Dat zoontje is beginnen met koersen. Die zit bij de aspiranten en dat is nu in augustus. Nu is het BK van de aspiranten. Ja, ik ga dan supporteren, want dat is hier letterlijk aan de deur. En ik had gevraagd van komde, maar hij was niet geselecteerd. En nu van het weekend heeft hij derde gereden, podium, en een keer vierde. En dus die is dan uiteindelijk toch nog op nippertje toch nog geselecteerd voor het BK. En hij mag dan toch komen, dus ze hebben mij dan gestuurd en dan ga ik natuurlijk supporteren. Ik ga nu even mijn grief pakken en mij klaarmaken om een beetje eten. Het is middag, ik heb nog niet eten vandaag. En op de rollen, want ja, daar is het ook tijd voor. Hè. Ik moet mijn training doen. De katjes heb ik wel buiten gelaten hier. Romeo ook. Daar heb ik mijn grief gezet. Omdat ik... Ik ga dus nu mijn training doen hier op de fiets. Ik heb hier een bidon met sportdranken en hier gewoon een bidon met water. Mijn Garmin staat mijn workout op en die gaat dan verbonden zijn met mijn rollen die dan automatisch het vermogen aanpast. Ga ik nu even mijn kleren aandoen, mij klaarmaken om de workout te starten. 2 uurtjes op de rollen en een beetje tv kijken, hè. Let's go. Voilà, ik zit op de rollen zoals je kunt zien. Ik ga proberen 30 gram carbs per uur binnen te nemen, dat is niet zoveel. Vrijdag tijdens mijn lange rit ga ik proberen om te mikken tegen de 90. Om mijn maag een beetje te trainen hoe dat is in wedstrijd. En tijdens de Ironman. Beetje filmpje kijken, videootje van Alex. En mijn training staat weer klaar. Rustig opwarmen en dan kunnen we knallen. Let's go. Ik ben even WK tijdrijden aan het kijken. Het is de belofte nu. En ik ben net klaar met mijn intervallen. 2 keer 15 minuten, zone 3. Nu een beetje cooldown, nog 35 minuutjes. Dan kan ik naar de winkel. Allee, wassen en naar de winkel gaan. Om eten te kopen voor vanavond en de komende dagen. Zo, ik ben klaar. Ik vond het minder moeilijk dan de vorige keer dat ik 2 uur op de rollen heb gedaan om door te zetten. Het laatste half uur was gewoon een beetje saai, maar je rollen zijn altijd saai. Dus op zich zou van morgen nog 1,5 uur knop de rollen, 1 uurtje lopen en dan ga ik naar de zee. Ik heb al afgesproken met vrienden, dus dat is al in orde. We gaan naar Blankenbergen morgen en dan ga ik daar 1 uurtje zwemmen in de zee. Het ziet er ook naar uit dat het goed weer gaat zijn. Nu is het trouwens volgens mij ook zelfs goed weer. Als ik een keer kijk, zie, het is nu ook mooi weer buiten, dus perfect. Ik ga straks mijn fiets keer kruisen en de katjes een keer buiten laten. Als ik zou zeggen dat ze buiten zijn, maar ze zijn gelukkig niet buiten. Ik ga straks een keer zoeken waar ze zijn, misschien zijn ze boven aan het slapen. Nu even opruimen, mij wassen en naar de winkel gaan. Om eten te gaan halen voor vanavond, hè. Voilà, training done, check, weer iets afvinken. Ik ga het straks trouwens doen, mag je dat niet vergeten. Oké, ik heb een pen. Dan ga ik dat hier even afstrepen. Ik hoop dat dat oké is. Die pen werkt niet. Seconde, hier een inktekiller, dat moet wel werken, toch? Oké, yes. We hebben de training gedaan. Morgen ga ik op tijd opstaan. Ik beloof het. Ik ga echt op tijd opstaan. En dan ga ik die training doen. En dan direct erna dat. En dan in de middag ga ik 1 uurtje gaan zwemmen in de zee. En dan vrijdag de Ultra Endurance training. 200 kilometer met Jente. En we gaan richting Leuven rijden. En ook hopelijk ergens een koffietje drinken. En dan zaterdag heb ik het rustig gedaan. Gewoon 1 uurtje zwemmen. En 30 minuutjes lopen. En dan zondag... Nog een grote dag met 30 minuutjes lopen en dan 2 uur zone 2. En dan ga ik straks de taper week maken voor volgende week voor mijn wedstrijd.
Of ja, niet straks, maar gewoon, ik moet deze week nog mijn trainingsschema maken voor volgende week, want dan heb ik wedstrijd en dan ga ik mijn taperweek maken. Dus dan ga ik in top shape daar aan de start staan. 2 uur trouwens, dat is de halve marathon hè, dat ik ga lopen. Halve marathon, zondag. Dat zijn dus de beloften. Ik ben even aan het kijken wanneer de Alex Segaert gaat starten en dan ga ik vertrekken naar de winkel om een paar dingetjes te gaan kopen die ik nodig heb. Dan ga ik de vlog editen, die gaat weer te laat zijn vandaag, sorry. Ik moet hem nog een beetje zelf editen, maar ik moet even nog boodschappen gaan doen. En ondertussen gaat Alex Segaert bijna van start gaan, dan ga ik om boodschappen en dan als ik terug ben gaat hij misschien nog een kwartiertje of zo moeten rijden. Maar dus met Alex Segaert heb ik nog ook gereden vroeger in de koers. Dus om al die gasten zo te zien daar, dan is dat echt insane, omdat je denkt van hoe ver hebben die dat geschopt? Like, hoe moest ik daar ooit tegen rijden? Insane. Kijk, dat is Alec. Hoppa, go, 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 Alec. Oké, succes. En dan ben ik naar de winkel om kip en zo. Want vanavond eet ik kipcurry. Ik heb dat besloten. Dat is altijd goed, kip met rijst. Voilà, ik heb boodschappen gedaan. In een korte trainingsweek moet je zelf soms een keer verwennen. Dus voilà, snoepje ook erbij. En dan voor de rest ja, wat brood en zo. Nog een snoep, allez, zo die sultana koekjes om te eten tijdens de lange rit. Pannenkoekjes voor de carbs. Lasagnatje voor na de lange rit, want dan ga ik echt geen zin meer hebben om te koken. En dan een sla voor bij de lasagne en voor bij de dinges nu. Kipfilet voor nu en dan salami en brood, ja. Ondertussen is Alex Segaert nog aan het rijden. En dan ga ik hier een beetje kijken en dan als dat hier gedaan is, dan ga ik mijn eten klaarmaken. Dan nu eerst even wegzetten en dan ben ik goed bezig. Dan moet ik ook nog editen en zo, dus nog wel wat dingen te doen. Bon, voilà. Hier is mijn kipcurry. Ik ga een filmpje kijken op de pc en een beetje water drinken. En ja, lekker genieten van mijn good chicken. Oh, yum. Nice. Smakelijk. Sorry, de vlog is een beetje te laat. Het is nu al 7:45 en ik ben hem nog aan het editen. Maar ik zie Nol en zo in de vlog. Soms dat zij zo een beetje zo... Ja, je ging je gaan klaarmaken. Moet toch zo... Nolan is gewoon zo'n grappig persoon. Misschien komt dat niet echt over in de vlogs, omdat ze zo niet echt haarzelf kan zijn, omdat ze zo een beetje camera-shy is of zo. Nolan is echt een leuke persoon en een grappige persoon. En ze heeft zoveel pit. Want dat moet mij echt saai lijken als je met zo'n levensloze druif samen bent. Dat moet gewoon zo saai zijn, je leven dan en je relatie. Nolan is gewoon zo'n grappig persoon. Like, ik kan met bijna niemand zo strijk liggen als met Nolan. Hoe zij gewoon is als persoon. Maar in de vlogs moet dat er nog een beetje uitkomen, heb ik het gevoel. Ze heeft zo'n beetje gelijk schrik om op camera te staan, maar dat is niet erg. Hè. Ik snap dat op zich wel. Er zijn ook vrienden van mij die eerst liever niet op camera wouden. En daarna wel, dus... Ja, misschien komt dat nog. Ik hoop het alleszins. Wacht maar tot als jullie de echte Nolan naar boven zien komen. Veel te lang duurt me editen. Het is 9:00. Ik ga de katjes nog eens buiten laten. Ga je naar buiten, Simba? Hé? En naar buiten. Ik denk dat het wel eens tijd is om naar buiten te gaan, ook voor Romeo. Dus ik ga het hier nog even openzetten en ondertussen mijn fiets kuisen. Hè? Is goed, Simba? Simba, jij bent een hertje. Jij niet, ik zak. En voilà, de fiets is gekuist. Zie je zo mooi, jong. En een mooie cassette. Mooie ketting. Nu is het tijd voor mij om mij klaar te maken om te gaan slapen. Morgen een drukke dag, lange dag. Op tijd opstaan om de trainingen te doen en dan weg te gaan. Want ik moet nog kijken, maar ik moet alles eens vroeg in Gent-Sint-Pieter zijn. Dus vroeg opstaan, vroeg trainen. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie zo. Ik zie jullie bij een gloednieuwe vlog morgen om 6:00. En zoals ik altijd zeg, ciao, kus.